Goedemorgen, lieve leerlingen. Het is vandaag 7 april en ik zit er weer klaar voor. Ik zit er sowieso klaar voor, want ik heb me dus van het weekend bezig gehouden met hoe bereid ik me voor op deze volgende zomer. Het was namelijk mooi weer, dus ik heb van alles in de aanbieding. Ik heb een fantastische hoed gekocht. En ik heb zonnebrand gekocht. Factor 30, factor 50. Was in de aanbieding in het Kruidvat. Dus ja, alles bij elkaar ben ik klaar voor de zomer. En ik ben ook klaar voor de meivakantie. Want je weet het, verbranden is echt super gevaarlijk. Helemaal voor jullie met je zachte, jonge huidjes. Ja, daar kan van alles kapot aan gaan. En als het nu kapot gaat, dan denk je, ja, daar kom ik wel overheen. Maar dat levert later huidkanker op. Dus oppassen en insmeren. Ja? Insmeren met zonnebrand. Goed, vandaag weer aan het werk. Ja, ja, het is nog 1 week. Deze week, dan is het maandag Pasen. Dan gaan we alleen met onze eigen familieleden een eitje tikken. In plaats van dat je naar opa of oma gaat. Of in mijn geval naar mijn vader. Dat gaat dus allemaal niet gebeuren. Ja, we gaan gewoon zelf een eitje tikken. En ja, dan is het mijn vakantie. Dus goed, weer lekker aan het werk. Wat ga ik doen vandaag? Ik ga eerst maar eens een to-do-lijstje maken. Dat ga ik doen, ja. Succes vandaag en tot morgen weer. Hoi!